Hallo, ik ben Philip Troost. Ik werk bij Spectrum in Hattem. En daar ben ik als opleider, als trainer, als therapeut, als pastor bezig met waar ik mijn hele werkzame leven al mee bezig ben. Steeds op zoek naar hoe het geestelijke leven, het geloof, hoe dat nou verbonden is met ons gewone bestaan, het psychische leven, het sociale leven, de lichamelijke kant van het bestaan. En ik ben altijd op zoek naar die verbinding. De komende zomer kom ik opnieuw spreken. Ik ga 2 seminars verzorgen op New Wine. Op de woensdagmorgen en op de donderdagmorgen. En ik ga het daar hebben over het thema Proef het Koninkrijk van God. Bij Proef het Koninkrijk, het eerste wat ik dan denk is, nou, dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. We hebben het proeven verleerd. Ik denk dat uit angst bijvoorbeeld om het niet goed te doen of om er niet bij te horen, passen we ons al aan voordat we het in de gaten hebben. Hoeveel proefruimte is er eigenlijk in onze kerken, in onze gemeenten, op de conferenties? Hoeveel proefruimte is daar? Heel gauw hebben we al een sfeer met elkaar van zo moet het, of zo wil God het, of zo doen wij het hier. Nou, en die sfeer is niet echt stimulerend om vooral zelf te proeven hoe het smaakt voor jou en dan te kunnen kiezen. Als ik naar mijn eigen leven kijk en ik denk na over het proeven van het Koninkrijk van God, ja, dan zijn de eerste woorden die bij mij bovenkomen de woorden genade en waarheid. Het is voor mij zo'n verademing dat ik me niet meer mooier hoef voor te doen dan ik ben, of beter of anders, maar dat ik met de eerlijke waarheid van mijn leven tevoorschijn mag komen. En dat kan omdat ik geleerd heb in mijn leven om echt van genade te gaan leven. Die genade van God die is zo langzamerhand doorgedrongen op de plekken waar ik mezelf steeds veroordeel, waar ik me schaam, waar ik mezelf afwijs. En daar is die genade van God steeds meer doorgedrongen. En ik denk dat als wij bij het Koninkrijk van God inzoomen op kracht, op herstel, op profetie, al dat soort woorden, en we vergeten deze basis van genade en waarheid, ja, dat Koninkrijk dan een beetje een benauwde sfeer kan gaan krijgen. Kijk, we krijgen heel veel voorgeschoteld op geestelijk gebied. En dan lijkt het alsof we maar 2 opties hebben. Of we slikken het op gezag van een ander, of we wijzen het af op grond van ons vooroordeel. En in beide gevallen vergeten we het allerbelangrijkste. Proeven. Ik wil je echt aanmoedigen en uitnodigen om naar de conferentie te komen van New Wine deze zomer in Noord-Brabant. Want de New Wine conferentie, dat is een hele sterke concentratie op aandacht voor en geloof in Gods aanwezigheid, hier en nu. En daarom kun je op die conferentie niet alleen allerlei mooie woorden en mooie verhalen horen over het Koninkrijk, maar je kunt het ook proeven. Dus welkom.